Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaza.nl. Boven Nederland was het vanmiddag uh, op sommige plaatsen bewolkt, maar af en toe brak ook de zon nog een keer door. Met name in het midden, noorden en in het zuidwesten van het land. En daarbij bleef het verder gewoon overal droog. Maar we zien in het west ten westen van ons, boven de Britse eilanden, een storing liggen. En daarin zit wat lichte regen, en daarmee krijgen we met name later vanavond en vannacht te gaan maken. Dat zien we ook terug op de animatie. Dan zien we de storing dichterbij komen en vanavond en vannacht over het land trekken. En dan in het weekend komen dan nieuwe storingen voorbij die dan met name in het zuiden, uh, zuiden van het land uh, neerslag kunnen opleveren. Zondag is het in het noorden van het land misschien op de meeste plaatsen droog met af en toe een beetje zon, maar daarin zit nog heel veel onzekerheid. En dan lijkt het opnieuw op maandag een droge dag te worden en dinsdag wordt dan opnieuw neerslag verwacht. Vanavond dus vanuit het zuidwesten een klein beetje regen. Het raakt uiteindelijk overal bewolkt, als laatst in het oosten en noordoosten. Het is daarbij nog wel zeer zacht met temperaturen die liggen tussen de 7 en de 10 graden. Vannacht verandert er dan eigenlijk niet heel veel. De neerslag trekt dan wel richting het oosten weg, waarna het in het zuidwesten opnieuw opklaart. En de minima die zijn aan de hoge kant met zo'n 6 tot 8 graden. Morgen is het dan opnieuw een overwegend droge dag. Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar met 10 graden. De wind die is meestmatig uit zuidelijke richtingen en daardoor voelt het dus ook niet al te koud aan. De meeste zon die gaan we in de middag zien, maar in de loop van de avond dan begint vanuit het zuiden de bewolking opnieuw toe te nemen. Want zaterdag dan is het opnieuw bewolkt en gaat het van het zuiden uit op steeds meer plaatsen regenen. Uiteindelijk als laatst ook in het noorden laat in de middag en daarbij wordt het dan ongeveer 7 of 8 graden. Zondag trekt er opnieuw een storing ten zuiden van ons voorbij. Daarmee krijgt dat met name het zuiden van het land te maken. In het noorden van het land ja, toch wel droge perioden. Soms wat zon en opnieuw zo'n 7 of 8 graden. Maandag dan opnieuw ja, een redelijk droge dag. Af en toe wat zon. Het is iets minder zacht met 6 of 7 graden. En de wind die begint dan wat meer naar het oosten te draaien. Als we dan kijken naar de verwachting op de wat meer langere termijn. Dan is te zien dat de onzekerheid vanaf volgende week woensdag donderdag toch echt behoorlijk groter begint te worden. De kansen zijn aanwezig dat de temperaturen vanaf donderdag toch behoorlijk gaan dalen. Met 's nachts lichte tot matige vorst en overdag temperaturen amper boven het vriespunt. Maar de verwachting is dat de temperaturen in eerste instantie rond of ietsjes onder normaal uit gaan komen. De eerste dagen die verlopen gewoon zacht en vooral dinsdag kan het nog nat zijn. Maar daarna dan lijkt het toch wel grotendeels droog te blijven. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl